Hoi, superleuk dat jullie weer kijken. Ik heb vandaag mijn nieuwe telefoon binnengekregen. Ik zal hem even laten zien. Dit is hem. Een iPhone 6S. Alleen, ik heb een probleem. Want ik wilde net WhatsApp en alles gaan downloaden, maar dat deed hij niet. En ik heb er echt geen geduld voor, dus mijn broertje zit hier van alles te doen. Wat ben je allemaal aan het doen? Nou, kijk wat hij hier zegt. We zijn hem nu aan het synchroniseren en weet ik. Oeps. Ja, dus ik word er helemaal gestrest van. En ik hoop dat hij het gaat doen, want ik kon niks downloaden. Want toen hij zei over de betaalgegevens... Oh, ik moet ook trouwens echt wennen dat ik dit kan doen nu. Als hij het wil doen. Oh mijn god, meen je dit? Ik laat hem nu al vallen. Kijk, zie je? Ik ben echt zo'n... Kijk. En zeg maar, die betaalgegevens wilden die niet doen. En toen zei hij... uw betaalmethode is afgewezen voor een andere betaalmethode in. Maar ja, nu kan ik zeg maar dus geen WhatsApp en alles downloaden. En het is super irritant. En het is mijn moeders creditcard die wij gebruiken allebei. Maar, ja, dus ik ben echt behoorlijk geïrriteerd. En gelukkig is mijn broertje er, maar die moet ook al bijna naar school. Ik ben vandaag vrij, maar ik moet heel veel doen voor school. Dus ik zit hier nu al de hele ochtend bezig te zijn. Zo, we gaan kijken of het gaat lukken. Nou, het is een soort van gelukt. Eigenlijk helemaal niet. Dus ik moet zo meteen even gaan kijken hoe ik dat ga doen. Mijn broertje had zich even ingelogd met zijn Apple ID. En nu heb ik alleen WhatsApp. Dus al de andere apps moet ik nog allemaal gaan zitten downloaden. Maar kijk nou even wat een verschil. Dit was mijn oude telefoon. Rotding. En dit is mijn nieuwe... Oh, ik zal even deze gaan. En dit is mijn nieuwe telefoon. Yay! I'm so happy. Oké, ik weet denk ik wat het probleem is, maar ik heb dus echt iets heel doms gedaan. Er was een zo'n mogul die op internet, die had een filmpje gemaakt over een, hoe heet dat, een film huren. Omdat dat vaak heel veel ruimte in beslag neemt. En dan kreeg je zeg maar wat bytes of zo vrij. Dus ik dacht, nou dan ga ik dat ook eens even lekker proberen, maar... Ik kom er dus nu niet van af, zeg maar. Oh, dit is zo vermoeiend. Echt, ik kan hier niet tegen gewoon. Oké, ik heb echt van alles geprobeerd. En hij doet het niet. Ik heb eventjes mijn broertjes wachtwoord. Maar ik ben nu bezig met allemaal apps op mijn telefoon downloaden. En ik ben nu bezig met de ING-app. Terwijl ik bezig was met editen, zag ik dat mijn camera de hele tijd super wazig was. Ik weet niet wat het is de laatste tijd. Maar ik ga hem denk ik eventjes terugbrengen. Tenminste laten bekijken. Maar goed, ik heb in ieder geval de apps die ik nodig heb voor nu. En ik ga nu weer verder met school. In ieder geval dit filmpje editen en gelijk uploaden. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Ik hoop dat jullie het een leuk filmpje vonden. Sorry dat ik zo chagrijnig was, maar echt, ik was zo geïrriteerd. Nou, ik heb in ieder geval nu alles wat ik nodig moet hebben. Dus helemaal prima. Vergeet niet te liken, te abonneren en de andere drie helden te volgen. Ik zie jullie de volgende keer. Doei doei!